Wie die? Hallo, goedemorgen! Het is donderdag vandaag! Ik realiseer me net gewoon dat ik gewoon helemaal vergeet om te vloggen vandaag. Maar ik ben ook gewoon alleen maar in huis bezig hoor. Ik ga nu even alles pakken. En dan ga ik de stad in. Dan ga ik naar een eventje van Leaf Tea. En gaan we denk ik wat nieuwe smaakjes proberen en zo. En ik krijg volgens mij fotografieles ook nog. Dus nou, daar later meer over. Ik ga richting de stad. Waar de Primark al niet goed voor is. Ik ben weer droog. Zoals jullie weten heb ik inmiddels een andere jas gekocht. Een roze. Maar deze vond ik vorige week ook heel erg leuk. Van H&M. En jawel, zoals ik al dacht. Vorige week waren de jassen namelijk 25% korting. En nu hangt hij er in de uitverkoop voor 30 euro. Dus gelukkig heb ik hem niet gekocht, jongens. Zal ik hem gewoon voor de bij ook nog kopen. Voor die 30 euro. Hij is ook met een rits. Dus in sommige gevallen is hij net even iets handiger dan die andere die ik heb. Dus ik denk wel dat ik het doe. Yes. Neem hem mee. Deze maat is leuk. I like it. Ik loop heel even door de Bijenkorf, maar dat is alleen maar om de regen te vermijden, want het regent vet hard. En ik moet nu echt nog een stukje lopen. En ik heb natuurlijk weer geen paraplu mee. Het kan echt niet meer, liefst dat ik die blijf vergeten ook. Mensen steeds meer ontdekken dat thee een verhaal heeft, net zoals bij wijn en bij koffie. The beautiful notes of vanilla are so true. Als je gewoon daglicht hebt en je zet dit naast je bord of iets, en dan ligt het net even lekkerder op en dan wordt het net even wat frisser en wat spannender beeld dan als je dat niet doet. En zeker onder een bord, weet je, onder een bord is het toch best wel vaak donker. Een hoofdpersoon is iets waar je dus scherp op stelt. En dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld in dit plantje. Kijk, even hier naar de hoofdpersoon hebben. Nou ja, hier. Kijk, het is heel klein. Maar dit is een leuk plantje wel. En dan ga ik. Oh nee, hier nog een leuke hoofdpersoon. Er is hier een heel klein blaadje. Dat kun je allemaal niet zien. Maar die heeft een soort gezichtje in zich. En die is daardoor heel schattig. Decide whether to add a bit of fruit in it when you blend it in your cup. Wie die? Of dat theezakje dat. Instagram foto maken zien. Hier is een leuk dingetje. Het is gewoon een zo'n werkding. Ik heb mijn haar dus heel even losgegooid. Want kijk, ik wil dus tussen deze twee ogen in staan. Dat is gewoon mega cool. Ik weet niet waarom, maar ik hou ervan. Lipstickje zat nog in mijn tas. Maken we hem even wat sprankelender.
Ik heb net ook al een paar foto's gemaakt zonder lipstick. Just in case dat ik het toch niet leuk vind. Hop hop. Je moet wat als je al een keer nat geregend bent enzovoort. Oké, haar naar voren. Beetje zo'n kuifje. Dat er toch nog een beetje volume in haar lijkt te zitten. Wat niet zo is. Oké, dan stel ik mezelf daarmee in op 5 foto's. Dus dan heb ik 5 kansen. Maar dan heb ik het nog niet over het moeilijkste gehad. Dat is nog niet eens mijn haar. Dat is dat er dan altijd mensen voorbij lopen. En die kijken, wat de F is zij aan het doen? En daar heb ik zo'n hekel aan. Want het ziet er ook gewoon zo dom uit. Ik vind het er ook onwijs dom uitzien als anderen het doen. Dus ik probeer het dan ook echt altijd zo snel mogelijk te doen. Dan komt er net weer zo'n groepje jongens voorbij die gewoon lachen en zo. En denk ik, ja, het ziet er ook wel idioot uit natuurlijk. Nu ook weer daar. Oké, nog 1 optie. En dan net op tijd thuis om Jooltje weer op te halen. Ik was gewoon in de verkeerde bus gestapt. Dus ik moest Jola helemaal lopend ophalen van de opvang. Ja, en ze heeft dit gekregen uit de pakket. Ja, Jola heeft het alweer unboxed. Een mommy panty. Oh, er zit ook een hartje op de buik. Kijk, ah, zo. Superleuk. Oké, en nu ga ik even de foto's van vanmiddag op mijn laptop zetten. En dan ga ik even kijken wat er voor leuke foto's tussen zitten. En dan ga ik er eentje uitkiezen voor Instagram. Want dat was de opdracht voor vandaag. Een paar leuke Instagram foto's maken van het event. Jij van... bloed, misschien witte bloedcellen. Nee, die heb ik niet. Time for the dinner. Bart is onderweg van zijn afspraak naar huis, dus ik ga vast het eten maken. En ik ga vandaag maken, wat ga je maken? Vegetarische shawarma. OMG. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Wat mag ik dan doen, mama? Deze moeten even opengemaakt worden. Oké. Bakken in de kokosolie. Hey! Ga maar. Wow, helemaal met stof eromheen. Wat een speciaal cadeaupapier, zeg. Ja. Nou, dankjewel. Ik vind het een heel lekker zacht kussen. Nee, dat is het niet. Je moet het openmaken. Het is een knuffeltje. Ja, voor jou. Kijk. Een knuffeltje gemaakt. Voor jou. Schattig. Wat een lievertje. Ik ga dit draakje snel naar bed brengen, want het is al 8:10 en dat is eigenlijk ver voorbij je slaaptijd, dame. Dus, maar het spelletje liep een beetje uit. Dat weet ze, dat die vaak uitlopen, dus daarom wil ze ook graag in de avond spelletjes spelen. Nou, we gaan naar boven. Hartstikke bedankt voor het kijken voor vandaag. Tot morgen in een nieuwe vlog. Ja. Als je wil, dan mag je abonneren. Hier zo, hieronder. Onder mijn ogen. Ja. En Heel graag. Geef een dikke duim omhoog. Dikke duim. En doei. Later.